Super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb weer een velvideo voor jullie en ik laat jullie de velproducten van maart en april zien. Ik heb de producten al verzameld op mijn blad. Ik ga hem niet heel schuin houden, maar zoals je misschien al wel kunt zien, zijn het niet heel erg veel producten dit keer. Maar ik wil wel de producten met jullie delen waarom ik ze niet fijn vond. En dat vind ik wel zo eerlijk, omdat ik ook altijd de producten laat zien die ik wel fijn vind. Dus ik vind het dan ook gewoon dat ik producten moet delen die ik niet fijn vond. Als je zin hebt in deze video, doe alvast je duimpje omhoog en dan gaan we snel beginnen. Ik begin met een product van Essence. Deze kwam uit de Glitter in the Air Limited Editie collectie. Dit is een Nail Polish Remover Gel Ultra Strong. Hij belooft dus dat hij echt je nagellak heel goed verwijdert. En dat doet hij dus gewoon absoluut niet. Ik heb hem geprobeerd en ik vond het echt geen ultra stronge nagellak remover. Mijn nagellak ging er echt onwijs moeilijk af. Ik heb het bij één nagel geprobeerd. Het duurde zo lang dat ik zelfs ben overgestapt op mijn andere nagellak remover. Omdat ik het met deze nagellak remover dus gewoon echt niet van mijn handen kreeg. Van mijn nagels kreeg, moet ik zeggen. En ja, dat viel mij wel heel erg tegen. Want ja, omdat hij echt belooft ultra strong te zijn. En ja, je nagellak in no time te verwijderen. Vond ik dit absoluut echt een heel slecht product, omdat hij dat dus gewoon echt niet deed. Dan heb ik een mascara van Max & More. Deze komt uit een setje van 3. Volgens mij was dit het Catwalk Look setje. Dit setje kocht ik bij de Action. Dit setje bevatte dus deze mascara, een nagellak en een lipstift. De nagellak en de lipstift die vond ik echt super, maar die mascara was echt vreselijk. Ik zal ook eventjes het borsteltje laten zien. Het is een ja, soort plastic siliconen borsteltje. Ik weet niet, de haartjes zijn heel kort. Ik vind gewoon het borsteltje op zich vond ik al helemaal niet fijn aanbrengen. En de mascara deed ook eigenlijk heel weinig voor mijn wimpers. Ook moet ik wel heel eerlijk zeggen, er stond ook niet bij of dat er een belofte aan zat. Hij maakte mijn wimpers wel gewoon zwart. Maar mede dankzij dat borsteltje vond ik het zo vreselijk dat ik echt dacht, oké, dit is echt een no-go. Dit is echt... een hele slechte mascara. En ja, dat vond ik best wel jammer. Omdat ik dus de andere producten uit het setje wel heel mooi vond. Ik zal overigens even een foto bovenin plaatsen van het setje. Dan weet je over welk setje ik het heb. Dan heb ik dit product. Deze komt uit een limited editie van Catrice. Ik moet even kijken. Dit was uit de Pearls of Prism collectie. En dit is een brow homemade stick. Dit is een product voor de wenkbrauwen. Het ziet er wel heel erg leuk uit. Dat moet ik Catrice echt nageven. Maar ik vond het product zelf echt heel slecht. Je zag heel erg weinig terug van dit product in mijn wimpers. Er bleven heel veel lichte plekjes over. Was totaal niet dekkend voor mijn wimpers. Dus dit vond ik echt een hele grote tegenvaller. Omdat de rest van de producten uit die collectie eigenlijk best wel goed was. Maar dit product was echt een tegenvaller. Ook van Catrice heb ik de Ombre Two Tone Lipstick. Dit is de kleur 010 Rockabilly Rosewood. En dit is dus inderdaad een lipstift om een ombre effect mee te creëren. Hij heeft twee kleuren zoals je kunt zien. Maar ik vind het echt totaal niet werken. Het aanbrengen is echt heel erg lastig. Want je hebt maar van de bovenste kleur, dat is echt een heel klein stukje. Ik weet niet of het goed overkomt voor jullie. Je moet hem echt, het is echt, je moet echt zo, zeg maar, aanbrengen. Dan moet je de lippenstift weer draaien om het zo aan te brengen. En ik vond, toen ik hem net had aangebracht, vond ik op zich dat je het effect wel zag. Maar zodra je je lippen op elkaar duwt, ja, overheerste de andere kleur gewoon heel erg op de lichte kleur. En zag je niks meer van het ombre effect terug. Dus dit is echt een misser wat mij betreft. Nee, dit vind ik geen fijn product. Heel erg gelukkig geprobeerd van Catrice. Maar geen ombre effect lipstick voor mij. Dan heb ik twee producten van de HEMA. Als eerste heb ik deze bronzing powder. Ja, wel een hele mooie bronzing powder. Ik zal hem eventjes van dichtbij laten zien aan jullie.
Zo, even de poeder eraf. Zo ziet hij eruit. Het is echt heel mooi opgebouwd. Maar de pigmentatie is niet heel erg goed, helaas. Je zag de kleur bijna niet terug op mijn gezicht. Ik vind het ook wel heel erg leuk bedacht hoor, met die meerdere kleuren. Maar vaak gaat toch, omdat je twee lichtere kleuren hebt, overheerst dat toch weer op de iets donkerdere kleur. Dus nee, ik zag hier zo weinig van terug. Ik vond dit echt heel erg jammer, want als ik het vergelijk met bronzers van andere merken, dan zijn er gewoon veel betere low-budget bronzers dan deze van de HEMA. Het is gewoon heel erg jammer, omdat hij er wel super leuk uitziet. Hetzelfde geldt voor de highlight poeder van de HEMA. Volgens mij is dit ook een speciale editie geweest, want ik weet niet of ze deze standaard verkopen. Maar goed, ook deze ziet er prachtig uit, maar je ziet eigenlijk bijna niks terug van de highlighter op je gezicht. Hij is ook heel erg poederig. Dat gold ook voor de bronzer trouwens. Dat kon je misschien net al zien omdat ik heel veel poeder moest wegblazen. Ik vind het echt super jammer. Want ja, het ziet er super mooi uit. Maar qua pigmentatie is het gewoon niet goed genoeg. Waarvan ik denk, oké, dit is echt prachtig. En dan kom ik toch weer op hetzelfde verhaal. Er zijn veel betere low-budget highlighters verkrijgbaar van andere merken dan deze van de HEMA. En ja, het is heel zonde, maar helaas. Dan heb ik nog drie producten uit de limited editie van Catrice. En dit gaat om de Marina Hoerman Cedar collectie. De verpakkingen zien er prachtig uit. Daar heb ik niks op aan te merken. Ik heb allereerst deze highlighting pearls. Dit zijn gewoon inderdaad weer van die highlighter pareltjes. Ik ga dit er trouwens even op laten, want anders vallen ze eruit. Kijk, zo zien ze eruit. Het zijn hele kleine pareltjes. Het is een combinatie van verschillende roze tinten. Ze zijn vrij licht. Ze zien er heel shiny uit. Ik ga even kijken of ik hem zo kan houden. Ze zien er wel heel shiny uit, maar eenmaal tijdens het aanbrengen zag je er heel weinig van terug. De kleur was heel subtiel. En als ik dan toch een highlighter gebruik, mag het voor mij ook echt glimmen. Vind ik echt heel mooi dan. Dat deden deze parels helaas niet. Ik vind het ook altijd een beetje lastig aanbrengen. Omdat het voor mijn gevoel veel minder pigment afgeeft. Als dat je gewoon een vaste highlighter hebt. Dus nee, deze highlighting parels van Catrice die waren voor mij geen succes helaas. Ook uit die collectie heb ik deze lippenstift. Dit is de kleur C02 Flusia's Flower. Het is een schuine lippenstift. Hij is zo afgesneden. Het is een schuinere lippenstift. Ik ben normaal dol op de lippenstiften van Catrice. Maar dit is een shimmer lippenstift. Een beetje een tussenin. Hij is niet super shiny, maar hij is ook niet mat. Het is een beetje een combinatie van, maar ik vond hem een beetje een waterig effect geven. En dat is echt heel erg raar bij een lippenstift. Maar de structuur van deze lippenstift vond ik echt helemaal niet fijn. Het aanbrengen was ook wat lastiger. Het effect daarna vond ik ook totaal niet mooi. Dat vind ik heel erg jammer, want de huls ziet er dan wel weer prachtig uit. Maar als ik het vergelijk met lippenstiften die Catrice gewoon in het vaste assortiment heeft en lippenstiften die in eerdere limited edities zaten, valt deze gewoon echt heel erg tegen. En ja, werd ik hier gewoon helemaal niet blij van. Dan kom ik ook gelijk bij het laatste product van deze velvideo. Dit is ook een oogschaduwpalette uit de Marina Hoerman Cedar collectie. Hij ziet er prachtig uit, moet ik zeggen. Echt, dat is, daar kan ik niks op aanmerken. Ook de binnenkant ziet er heel mooi uit. Het spiegeltje binnenin. Ja, dan heb je natuurlijk de oogschaduw zelf die er heel, heel mooi uitziet. Op het eerste moment vooral ook omdat er ja, een afbeelding is in aangebracht. Maar oh, het pigment was zo, zo tegenvallend. Het was zodanig slecht dat je gewoon echt helemaal bijna niks terugzag van de kleuren
met de ooglook die ik erbij heb gemaakt. Ik vond het zo jammer, omdat het zo'n mooi palet had kunnen zijn. Het ziet er prachtig uit. En ik vind het dan eigenlijk ook best wel heel erg jammer. Want de paletten zijn altijd best wel geprijsd, zeg maar, van Catrice uit de limited collecties. En ja, vooral als ze dan dit pigment hebben, dan ja, vind ik dat echt super zonde. Dus ja, de look, zeg maar, krijgt van mij echt, echt een dikke duim. Maar de kwaliteit is echt om te huilen. Dus dit is geen succes als je het mij vraagt. Dan waren dit alweer mijn felproducten van maart en april. Het waren er niet zo heel veel dit keer. Ja, dat betekent dat ik gewoon meer goede producten had dan minder goede producten. Wat op zich heel positief is. Maar zoals ik al eerder zei, ik wil wel met jullie delen welke producten ik ook niet fijn vind. Omdat ik ze wel heel eerlijk review. Ja, ik wil je voor nu heel erg bedanken voor het kijken. Als je op de hoogte wilt blijven van mijn nieuwste video's, kun je je gratis abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik je heel snel weer bij de volgende video. Doeg!